Bij jeugd- en jongerencentrum Sendra in Adrichtsel is woensdag de jaarlijkse kerst ingehouden. Iedereen was welkom om kerst te komen vieren. Ook jeugd die nog nooit bij Sendra was geweest, was samen met ouders en opvoeders van harte welkom. Altijd een jaar gaat razendsnel voorbij. Frans, het is zo snel gegaan. Het is net het gevoel of we nog gewoon ver zetten op 40 jaar. Want toen was jij ook hier, alleen dan zonder mijn andere camera. Maar het is zo snel gegaan. Echt waar, dit jaar is een vogelvlucht. Echt waar. Afsluiting van het seizoen is een beetje de kerst in hier bij Sendra vanmiddag? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is dit gewoon afsluiting van het seizoen. En ook, ja, wat proosten we vanavond op het nieuwe jaar en noem maar op. En wij krijgen anders ook geen kans meer, hè, want iedereen heeft een uitje met kerst en zo. En dit is voor onze jongeren ook de kans om even gezellig hier, ja, te vieren. We hebben ook echt een viering, ja. Een overgangsjaar, hè? Want ja, na de drukte van het afgelopen jaar een nieuwe doelgroep. Ja, dat is altijd. Dat is altijd. En ja, het is elk jaar afwachten wat je weer krijgt, maar dit jaar hebben we weer een fantastische club. Onze meidenavonden lopen fantastisch. We hebben hier met Stichting Opkikkertje mooie projecten gedaan dit jaar. Met de Rabobank hebben we een heel mooi project gedaan. Ja, ik denk dat we best tevreden mogen zijn. We zijn echt trots op wat we gedaan hebben. Ja. Ja, je mag ook tevreden zijn, want ik heb vanmorgen begrepen. Je krijgt een mooi digibord van de Heinderschool als cadeau voor de goede werkzaamheden. Nou, jij weet het eerder als bij vrijwilligers. Met klopt, ja. We hebben gisteren even contact gehad. En ja, we zijn er ook ontzettend blij mee. Ja, ik weet nog niet hoe ik het op moet hangen, maar dat komt goed. Dus weer een vernieuwing voor onze jeugd hier in Adrichtsel. Ja, zeker vernieuwing voor onze jeugd in Adrichtsel. Maar het typeert ook hoe goed wij samenwerken met de scholen, met iedereen die er om de jeugd heen hangt. En dat is, van deze samenwerking komen zulke giften. Nou, ik vind het fantastisch. Ik vind, nou, al die jaren vind ik het fantastisch. Nog steeds. Mooi. En het verrast me ook nog steeds. Een mooie kerstgedachte dus. Ja, vind ik zeker. Voor iedereen die ons goed gezind is, fijne kerstgedagen. Ook die ons niet goed gezind zijn, allemaal eigenlijk. Het is gewoon, vooral voor de kinderen, fantastische plaats. Oké, ja, fijne feestdagen. Ik dank je wel. Jij ook, Frans.